Veel personen lopen rond zonder klachten, maar hebben wel een verhoogde bloeddruk. Daarom moet elk individu weten wat de status van je bloeddruk is, zegt gezondheidsminister Amara Madin op Wereldhypertensiedag vandaag. Het thema van dit jaar is: meet uw bloeddruk nauwkeurig, controleer het en leef langer. Vandaag is uiteraard Wereldhypertensiedag. U weet dat hypertensie staat voor een verhoogde bloeddruk. En dat is wordt geclassificeerd als een NCD, dan wel een niet overdraagbare ziekte. En het zorgt in elk geval, in Suriname draagt het bij, samen met suikerziekte en andere risicofactoren als overgewicht en andere factoren, tot zeker een aanzienlijk deel van de jaarlijkse sterfte als gevolg van de complicaties van hoge bloeddruk en suikerziekte. Dus we moeten het niet loszien. Het is eigenlijk een integraal deel. Men zegt vaak dat hoge bloeddruk en suikerziekte broer en zus zijn van elkaar en dat die gepaard gaan. Maar feit is, vandaag is Wereldhypertensiedag. En het thema van dit jaar is Know Your Numbers en probeer actief te gaan meten wat je bloeddruk is. Ramadin geeft verder aan dat Suriname sinds 1 januari 2023 is gestart met het Hartsinitiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie, wat inhoudt dat hoge bloeddruk beheersbaar, controleerbaar en beter op te sporen wordt. Behandelstrategieën zullen worden opgenomen in de eerste lijnzorg in Suriname, zegt Ramadin. En u mag weten, we hebben regelmatig updates gegeven. Uit de eerste analyses is komen vast te staan dat 1 op de 2, let wel wat ik hier zeg, dus mensen die geen klachten hebben, maar actief worden opgeroepen om de bloeddruk te meten, dat 1 op de 2, dan wel 52% van deze mensen, een verhoogde bloeddruk hebben. Dat is een zeer zorgwekkende ontwikkeling, omdat dat betekent dat er heel veel personen rondlopen in de samenleving zonder klachten, maar wel met een verhoogde bloeddruk. Dat betekent dus wel met risico's op complicaties of dan het ontwikkelen van hoge bloeddruk. Het is vaak bekend dat hoge bloeddruk ook genoemd was als een sluipmoordenaar, omdat er vaak mensen zijn die niet op de hoogte zijn en wat ze hebben geen klachten en ze leven dus eigenlijk normaal. Maar bij hoge bloeddruk, je kan het voorkomen. Er is een erfelijke factor, maar je kan het voorkomen. Maar de leefstijl is enorm belangrijk. Ramadin geeft aan dat er verschillende trajecten ingezet zijn om de ziekte te voorkomen. Mensen die roken en een niet actieve leefstijl hebben, zijn een groot risicofactor. Het ministerie zal zich blijvend inzetten in de preventieve zorg.